Verschillende bedrijven zijn weer begonnen met het inzamelen van levensmiddelen voor de voedselbank. Ongeveer 600 gezinnen in Nijmegen zijn hiervan afhankelijk. December is de maand waarin er extra aandacht is voor de voedselbank. Nou, in december gebeurt er heel erg veel voor de voedselbank. Dan springen de harten van de mensen open en merken wij dat ze allerlei acties gaan voeren. Zelf organiseren we altijd de Albert Heijn-actie, die in Nijmegen heel erg bekend is. In alle winkels staan dan vrijwilligers en wordt er voedsel gekocht voor de voedselbank. Er zijn dus een heleboel supermarkten die meedoen in die tijd, waar wij hele fijne samenwerking mee hebben, omdat de klanten van de supermarkten iets voor onze klanten willen doen. Daarnaast heb je allerlei bedrijven die iets extra's willen doen. En je hebt allerlei scholen die iets extra's willen doen. Dus we kunnen hele mooie kerstpakketten maken voor onze klanten. Met Sinterklaas is er iets extra's gebeurd. Met Kerstmis gaat er iets extra's gebeuren. Zodat in die decembermaand onze klanten ook iets meer krijgen als normaal. Bij de vorige actie 30 pallets zijn opgehaald. Maar dat ondertussen wordt er op allerlei scholen ingezameld en krijgen wij zendingen van kerstpakketten die mensen zeggen van geef die kerstpakketten maar aan de voedselbank. Je hebt bedrijven die zorgen dat er extra eten naar ons toe komt. En ja, dat is heel moeilijk af te turven, maar we zijn daar heel erg blij om. Alleen hebben we daar altijd een hele kleine opmerking bij. In december komt er heel veel, maar we hebben 12 maanden per jaar. Dus in februari en maart willen we ook graag wat hebben. Nou, voedselbanken bestaan al eeuwen. Er zijn altijd mensen geweest die zich het lot aangetrokken hebben van mensen die niks hebben. Onze voedselbank bestaat nu zo'n 11, 12 jaar met 120 vrijwilligers. Allemaal mensen die dat zomaar doen. Gouden mensen. En zo kunnen we die organisatie overeind houden. Nou, weet je, dat eten moet natuurlijk ergens blijven. Dus dat wordt in een loods opgeslagen. Dat moet daar goed opgepakt worden op datum. Dat wordt allemaal gesorteerd. Dus er is daar een rollerbaan. Er zijn daar stellingen. Er is een stapelaar. Dus ook dat kost allemaal geld. Daar rijden busjes van ons om overal eten op te halen. Dus ja, daar krijgen we ook vaak financiële giften voor. Om die organisatie overeind te houden.